lees een stukje voor uit Zo vrij als een vlinder. Iedere profeet zocht metgezellen uit. Een muur die alleen staat is zonder nut. Maar plaats 3 of 4 muren samen en ze zullen een dak kunnen ondersteunen. En houden het graan droog en veilig. Bies en riet moeten geweven worden om nuttig te zijn als mat. Als zij niet ineengestrengeld waren, zou de wind hen doen wegwaaien. Die is wel in de winkel te kopen. Ja, zou je ze in potjes kunnen brengen? Ja. Nee? Ja. Er staat een beetje eer in om het echt een hele mooie borden te maken. Het moet echt liggen te schitteren van aandacht en genegenheid. Weet je, als je bent waar je bent, dan is de plaats en de tijd, die woorden, dat worden een heilige plaats en een heilige tijd. Dat is, als je echt er kunt zijn, bij de afwas, bij de wc-boenen, bij de wieden, bij het groepsoverleg. En dan ook helemaal, en niet proberen, niet in de verdeeldheid blijven zitten en zo, met de plannen voor de toekomst en de ellende van het verleden. Ja, dan gebeurt er iets moois. En ja, dan word je... Ja, en die heilige, op die heilige plek, in die heilige tijd, word je zelf een beetje heel. En je merkt het ook altijd als je het weer verliest. Maar het is ook altijd oefenen met het bezig zijn met al die kleine dingen van het leven. En dat op een manier doen die jou daarmee verbindt. Maar er is zoveel schillen zijn er omheen gegroeid die ons beperken om contact te maken met wat ons ten diepste drijft. Of ten diepste verbindt met het leven en met de mensen en de natuur om ons heen, dat we daar heel moeilijk bij kunnen komen. Er zit zoveel tussen. Ja. Dit zijn van die plekken waar je dan op een veilige manier die schillen kan afleggen, want niemand lacht je uit hier als je probeert met aandacht te leven of bewust te zijn of in verbondenheid te leven. Dat, hier is dat. Ja, daar gaat het naar ons juist om. Dat was en velgrond dus, hè? Ja, die moeten, ja. En wat is het verschil anders? Zo tussen die bomen en die computer? Ja. Nou, wat mensen maken, dat pakt niet altijd leuk uit, hoor. Ja, maar de heer maakt wel. Ja. Het was over beestjes in de bloed nagedacht en zo. En de beest tot in de kometen. En de mensen en de pest en de malaria en de oude dag. Er zijn veel mensen die inderdaad burn-out zijn geraakt door te veel denkwerk en te veel opjagen. Dat ze echt contact met de aarde verloren zijn geraakt. En dat dan de aarde een enorme werken met de aarde enorm makkelijke manier is om weer terug te komen in evenwicht. Fantastisch. Leg een doek erop en sluit het af, hè? Morgen al 65 graden. Ja. Dat kan niet.
Zullen we elkaar even de hand reiken en even stil zijn voor de vrede op de wereld, de heelheid van de schepping en in dankbaarheid voor het eten wat voor ons staat. Ja. Een heel andere ballen. Ja. Wat voor ballen zijn dat dan, hè? Weet je waar ik nu aan moet denken? Dat deze tuinbonen misschien nog wel agaat zijn, gedopt. Ja, wat leuk. Ja, ja, dat zou kunnen. Dat zou goed, want hebben we toen met z'n allen gedaan. Ja. Ja, wat een gezellig. Grappig dat je het hebt. Onder de notenboom. Ja. Ubi caritas et